Hallo, ik ga vandaag mijn moeder opmaken. Ik ga een hele geweldige look maken. Een soort van winged eyeliner. En ik ga de kleuren zwart en wit gebruiken om de ogen. En vervolgens ga ik het een mooi gezicht contouren. Ik begin eerst met de oogleden. Ik ga een concealer aanbrengen. Deze is eigenlijk ook speciaal voor de ogen. Dus kan ik onder de ogen aanbrengen. Maar dat ga ik als laatste doen. En dit ga je mooi vervagen. Hier zorg ik bij het transponsje. De oogleden. Dit zorgt ervoor dat de make-up langer blijft opzitten op de oogleden. En voordat ook de oogleden mooi ingehaald worden. Ik ga beginnen met een palet van Pupa. Ik ga deze kleur gebruiken. Ik begin eerst met de highlighter. Ik gebruik zo'n fluffy kwastje. Dit is van de HEMA. Vervolgens ga ik de donkerste kleur in de crease werken. En nu ga ik de witste kleur gebruiken op de oogleden. En nu zorg ik ervoor dat alles geblend wordt. Zodat alles een mooi geheel wordt. En dat het echt mooi over elkaar overloopt, de kleuren. En er is eigenlijk niks van zie dat allemaal eigenlijk lijkt alsof het van mijn eigen ogen is. Nou, ik ga verder met de eyeliner. Ik ga beginnen met een zwarte long lasting eye pencil van de Essence. Gewoon een zwarte oogpotlood. Die ga ik eerst aanbrengen op de ooglid. Zodat ik de winged eyeliner ga aanbrengen met de dip liner van HEMA. Dat komt daarna. Zodat de zwarte kleur meer naar voren komt. Aan. Ga ik alvast aan de onderkant aanbrengen. Deze is ook van de Essence. Is het ook een eye pencil? Mag je naar boven kijken? Oké, nu is het tijd om de dip liner aan te brengen van de HEMA. Ik vind het heel erg fijn om mee te werken. Het is niet echt een soort van kwastje, maar zo'n stevig puntje dat je aan hebt. Waardoor je het echt strak kan aanbrengen, de eyeliner. Dat is hier. Ogen sluiten. En nu ga ik met deze kwast aan de onderkant dus meer wit aanbrengen. Zodat ik de witheid aan de onderkant van de ogen meer naar voren ga komen. Zo fijn om dit te gebruiken, maar zodat ik het puntstukje kan gebruiken om nog een zwakke lijn te maken. Even boven kijken. En trouwens, ik gebruik hiervan de witte oogschaduw van de Pupa.
ziet er zo uit. Het zijn vier kleuren die je kan gebruiken: zwart, zilver, wit en goud. En om dit aan te sterken, de kleuren, ga ik met de zwarte eyepencil weer bij de oogleden, maar nu met de nat stuk, zeg maar. En bij de onderoogleden ga ik deze weer aanbrengen, maar met de natte oogdeel. Daarmee bedoel ik, als ik hier aan de binnenkant ga, ik ga bewegen. Ziet heb ik de rode liplijnen afgeplakt en ik zal dat afpoederen. Ik ga het op elkaar doen. Zo. Ik ga nog een laagje mascara aanbrengen. Het is wel echt een goedkope mascara, gewoon van Primark. Ik vind het gewoon goed werken en het heeft jullie kleur zijn paars. Ik hou van paars. Nou, we gaan nou weer naar beneden kijken. Gaan mooie wenkbrauw omhoog. Mag je wenkbrauw ontspannen hoor. Ja.